Wat moeten we als belegger onthouden van het eerste trimester van 2021? De aandelenmarkten zijn nog verder doorgestegen. De lange termijnrente kende een opstoot vanuit een diep dal. En de vaccinatiecampagne moet ervoor zorgen dat de economieën terug kunnen opengaan en dat de economische groei waarop de markten anticiperen zich ook werkelijk realiseert. Wat staat er ons de volgende maanden te wachten? De lange termijnrente mag dan wel geklommen zijn in de VS. In absolute waarde staat ze nog steeds laag. Deze beweging hangt samen met hogere inflatieverwachtingen die volgens ons in de tweede jaarhelft zullen kalmeren. De Fed maakt zich geen zorgen en heeft al laten verstaan dat ze haar soepele beleid nog lang zal aanhouden, zelfs als de inflatie boven de 2% schiet. Voor de obligatiebelegger zijn er nog steeds weinig aantrekkelijke keuzes en bieden obligaties in dollar uit de groeilanden de beste risicorendementsverhouding. Aandelen zijn dan weer de motor die de prestatie van de portefeuille moet opkrikken. Maar een goed gediversifieerde portefeuille bestaat niet enkel uit aandelen. Wij gaan daarom uit van een kern-satellietbenadering. De kern van de portefeuille moet robuust zijn. Dat wil zeggen bestand tegen de marktvolatiliteit in een post-COVID-wereld. Het satellietgedeelte heeft voornamelijk aandelenblootstelling en vullen we in met thema's en sterke overtuigingen. Voor aandelen volgen we een hybride aanpak. Enerzijds hebben we nog steeds een voorkeur voor kwalitatieve groei. Die vinden we terug in de technologiesector, ook al heeft deze een moeilijk eerste kwartaal achter de rug. De sector is immers gevoelig voor een stijgende rente. Anderzijds brengen we meer cycliciteit in de portefeuille via aandelen die kunnen profiteren van een aantrekkende economische groei. Financiële waarden en small en midcaps vallen binnen deze categorie. Voor de belegger zien we hoopvolle signalen met heropeningen, steun van de overheden en opverende bedrijfswinsten. Renteschommelingen en vertragingen in de vaccinatiecampagne kunnen ondertussen wel voor volatiliteit zorgen. De kunst is om te vertrouwen op een goed opgebouwde portefeuille, belegd te blijven en eventuele kansen om bij te sturen te benutten. Dank voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.